Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe energie-update. Energie-update van 20 tot 26 mei. En de komende week um, ja, kunnen we ons borst best wel nat gaan maken. Want we hebben op 22 en 23 mei een poordag. Plus daarbij hebben we op 23 mei nog de volle maan in boogschutter. En al die energiestromen bij elkaar kunnen intens gaan worden. En wat dat gaat betekenen voor de komende week, dat gaan we zo meteen met de kaarten bekijken. Maar wellicht zul jij het een en ander al gaan voelen. Zo kun je dus ook ascensieverschijnselen gaan krijgen: hè? dat de sluier tussen het aardse en het universele wat dunner is, waardoor je dus slechter slaapt. Um, Hoofdpijnervaringen kun je krijgen, pijn op 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 druk op je schouder, uh, hoofdpijn. Uh, onderrug, lage onderrug is vaak een onderdeel ervan. Uh, maar zo kan het ook zijn dat je boodschappen door gaat krijgen van engelen, van gidsen, van dierbare overledenen. Uh, voor de volle maanreeding zal er een aparte video online gaan komen. Dus daar tap ik dus verder niet al te veel op in. Uh, voor de Engelenpoortdagen komt geen aparte video online dit keer. Maar we gaan gewoon even kijken wat er naar voren komt. Ik mocht dit kaartendek klaarleggen, de um, angelotherapie van uh, Doreen, uh, nou weet ik het even niet ja. meer. Maar deze mocht ik meenemen. We hebben annuleren, verwijderen en schrappen. Maak alleen gebruik van positieve woorden en gedachten, want zij zullen zich razendsnel manifesteren. Vraag de engelen om de effecten van negatieve gedachten uit het verleden te verwijderen. En dit is een item waar ik al eerder over heb gehad: dat we het altijd hebben over positief denken kan vergroot worden in het energetisch veld, maar negatieve elementen kunnen natuurlijk ook vergroot worden. Maar dit zal er ook voor zorgen dat je trillingsenergie lager zal blijven. Nu is het de komende periode dus van belang. Mocht er dus ook wat uh, items naar voren gaan komen dat je last hebt van die ascensieklachten, um, dat je daar dus wel in een positieve zin mee bezig blijft en dat je niet alles omlaag probeert te trekken, weet dat het dan even een tijdelijk iets zal zijn en dat het als die pieken weer voorbij zijn en de balansen staan en weer terug, dat dat ook weer af zal gaan nemen. Uh, ik heb een andere kaart uit het andere deck hier tussen zitten. Nu heb ik dat met het voor het shuffelen net niet gezien. Maar ik neem hem wel mee. Uh, vierde chakra, hartchakra. Onderdeel voor komende week. Ons hartchakra. Nu is dat best wel een item wat uh, bij velen naar voren komt. Um, ons licht meer gaan mogen schijnen, hè? maar dan ook de positieve lichtstralingen. Um, we hebben hier er bij als kaart, wees dienstbaar ook al ben je nerveus. Focus jezelf volledig op je intentie om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kan ik de wereld verbeteren? En de wet van aantrekking zal automatisch zorgen voor alles wat je daarvoor of daarbij nodig hebt. In de positieve zin, hè? dus als jij vanuit die positieve gedachte iets gaat willen creëren, iets naar je toe gaat halen, vanuit je hartchakra het ja, eigenlijk uitzenden, dan zul je merken dat er van alles mogelijk is qua stroming, waarbij jij profijt kunt hebben tijdens deze intense week die eraan gaat komen. Ik pak nog wat tea leaves erbij. Sorrow over lost. Oké. Okay. Moeten we erbij leggen? Oh. The beer danger, especially in money matters. Dus er kan iets in de financiële kwestie nog op spelen. En we krijgen onderkant de pineapple reconciliation, dus heroverweging. Oké, okay, wat mogen we er nog bij? Dus het kan zijn dat de komende week ook momenten gaan komen. Dat je weer teruggaat in een oude situatie, of een moment waar je aan denkt. Of je komt weer een persoon tegen die je al lang niet hebt gezien. Um, of je gaat op zolle je, je kussen zoeken voor in je tuinzet en je ziet weer oude foto's tevoorschijn komen. Er zullen even zo'n um, nostalgie-momentjes gaan komen, voel ik. Oké, okay. Vijf van Zwaarden. Deze komt er ook al uit. Met de keizer. Oeh. Dus door je te ontkoppelen van het stukje negativiteit, zul je dus beter in je energiestroom komen te zitten. Waarbij jij meer balans gaat krijgen, maar ook de leiding over jouw eigen leven weer terug gaat nemen. Nu is het ook lastig als de energetische trillingen um, aan het fluctueren zijn, of dat jij gevoeliger bent voor. Ja, als er poordagen zijn of volle maan energieën. En vooral omdat dit ook samenvalt in precies dezelfde periode. Kan het dus verdubbeld worden qua heftigheid en intensiteit. En als je daar gevoelig voor bent, kan dit best wel um, wat onrust met zich mee gaan brengen. Maar het zorgt er ook voor dat je nieuwe inzichten mag ontvangen. En als je die nieuwe inzichten gaat ontvangen. En dit kan door middel van een droom zijn of een aha moment. Schrijf ze op. Al heb je er op dit moment nog geen zicht op wat ze er daadwerkelijk mee bedoelen, dat zal de komende weken wel in beeld gaan komen. En dan zul je ook merken dat in juni, ik voel meer richting juni, eind mei, begin juni, dat er dan van, van die kwartjes vallen. Dat je denkt van, oh, ik kan een puzzelstukje weer neerleggen. En al heb je nog niet. Alle puzzelstukjes op zijn plek. Hoe meer puzzelstukjes jij hebt liggen, hoe meer jij het plaatje al ziet. Wat er op die puzzel, volledige puzzel staat. En dan is het niet altijd meer al die losse kleine puzzelstukjes nodig. Om het grotere geheel al te zien. En dat is wat er dus gaat gebeuren de komende periode. Oeh, kijk. We krijgen het rad van fortuin. We krijgen de koningin van zwaarden erbij. Dus jij gaat echt wel bepaalde knopen doorhakken. Je gaat echt wel um, nieuwe inzichten krijgen. En die inzichten die jij hebt. en vooral dat onderbuikgevoel. handel daar dan ook naar. Voelt iets niet helemaal in de energie goed? Ga daar dan niet op door. Stop die, die verbinding. of stop die stroming. en laat het dan ook los. Want jouw kracht zit hem juist in. Um, Oprechtheid en eerlijkheid. En als jij misschien te direct bent voor sommige mensen, uh, maar het voelt voor jou wel zo, daar zul jij je winst in behalen. Een ander is het, heeft het dan misschien te verwerken en komt het misschien heel hard binnen, maar kunnen jouw eerlijkheid en oprechtheid wel waarderen als dit in een bepaalde. Um, Net de variant is dus niet dat je iemand voor rot scheldt of wat dan ook. Nee, als jij zegt van, nou ja, ik, ik blijf bij mijn standpunt omdat ik dit en dit en dit ervaar en ik blijf dicht bij mijn gevoel, want ik vertrouw op mijn gevoel, dan kan een ander daar niks van vinden in de zin van het alleen maar toestaan en het um, ja, eigenlijk misschien wel jou dat het jou siert dat jij die oprechtheid in je hebt zitten. En de mensen die het niet kunnen waarderen, dat zijn mensen die nog in dat negatieve stukje zitten. Dat zijn de mensen die jij mag verwijderen en schrappen. Jij hebt tenslotte al zoveel stappen doorlopen en zoveel dingen voor je kiezen gehad. Jij hebt daarvoor een voelspriet voor. En nu hebben we allemaal voelsprieten, maar jij hebt daar een... Uh, een verontwikkelde voelspriet voor. En dat komt omdat jij vertrouwt op jouw eigen gevoel, op jouw gidsen, op jouw energetisch systeem. En dit heeft jouw voorspoed um, gecreëerd. Onder kan dek krijg ik al twee keer de zes van zwaarden, ondanks dat ik geshuffeld heb. Dus dat stukje loskoppelen gaat er komen. En dan kan het misschien zijn dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik sta er alleen voor. En ik heb nu op dit moment niemand om me heen. En ik voel me een beetje eenzaam. Maar. Heb jij liever mensen om je heen waarbij jij niet jezelf kunt zijn? Waarbij jij niet gewaardeerd of gerespecteerd wordt? Of ben jij liever alleen en ontmoet je te zijner tijd weer mensen die je wel waarderen en respecteren voor de persoon die je bent? Waar wel de trillingsenergie gelijk mee ligt. Waar wel de, de samensmelting kan komen op een hoger niveau. Kijk, we krijgen de zonkaart. Paasje van zwaarden. De drie van zwaarden. De zeven van munten. Oh, en de acht van staven. Oké, okay, eens even kijken. Zo kwam het volgens mij. Ik weet niet helemaal precies meer, maar dat maakt ook niet uit. Ik pak er nog eentje bij. Nou, kijk, dit is allemaal mooi vooruitzicht. We hebben en de rat van fortuin hier liggen. De zon, maar ook de lovers. Angsten, illusies los gaan koppelen, ontkoppelen van oude pijnstukken, ontkoppelen van negatieve gedachten of conditioneringen van anderen. Uh, nu kan het zijn dat er nog best wel wat uh, op je hart zit aan hartzeer, maar het is niet altijd um, nodig om. We, weet je, we blijven onze hart uitzuiveren tot aan ons dood. En niet iedereen zal het hele hart uitgezuiverd krijgen voordat we sterven. Maar we kunnen wel ons beste beentje voorzetten en zoveel mogelijk creëren. En alles wat dus, ik zie het altijd dat je hart zeg maar is, eh, komt op aarde eh, als een nieuw zieltje. Je hart is helemaal mooi wit gevuld, eh, wit helder licht. En elk pijnstukje of nare ervaring wordt het een beetje. Ja, donkerder. Um, zelfs soms tegen het zwarte aan. En je kunt je eigen voorstellen, als jij zo het hart hebt. Oh, nou hoop ik dat de camera nog goed staat. Als je zo het hart hebt en met zo'n mooi opgehelderd licht hart word je geboren. En dan komt er een stukje bij en weer eens bij. En uiteindelijk heb je nog maar dit stukje wat straalt. En de rest is allemaal afgevlakt en donker. En elk beetje wat jij weer mag gaan stralen, een stukje wat er weer bij gaat komen, heb jij verdiend. En uiteindelijk, de het, het doel is natuurlijk om dit te bereiken. Nu is dit niet voor iedereen weggelegd in dit aardse bestaan, puur omdat jouw zielscontract anders um, aangegaan is. En dat is ook helemaal niet erg. Maar elk beetje wat jij verder kunt gaan stralen, kun je ook weer meer gaan ontvangen in een hogere stuk. Uh, ik heb hier de roze kwarts bijleggen, mooie edelsteen om te gebruiken voor zelfliefde, uh, hartchakra. Een hele mooie edelsteen om je daarin te verzachten, en dat is dus wat ook nu naar voren komt: hè? dat het stukje verzachten duidelijk mag worden vanuit eigen waarde voor respect voor jezelf, eh, bepaalde zaadjes die je geplant hebt waar eh, ja, misschien al lang op gewacht is. Dan hoef je niet altijd meer op te wachten, omdat het niet meer voor jou bestemd is. En voor sommigen mag je nog wel even wachten, omdat het gewoon nog niet de tijd is om te ontvangen. En dat kan dan doelen op het stukje communicatie hier met de lovers erbij. Nu kan het zijn dat je als uh, single aan het kijken bent, maar het kan ook zijn dat jij kijkt terwijl je in een relatie zit. Dus het wil niet zeggen dat het pertinent voor één doelgroep is. Het kan breder gezien worden, want iedereen heeft wel een item wat er dan uitgehaald kan worden waar de lovers mee te maken heeft. Allereerst staat het voor zelfliefde en zelfrespect, bepaalde grenzen aangeven herstel van je hartchakra en vervolgens als je dat hebt gecreëerd kun je weer in een nieuwe stroming komen en heb je bijvoorbeeld geen contact meer met mensen om je heen omdat die trillingsenergie niet meer compatibel met elkaar is dan krijg je wel boodschappen door voor welk pad je dan mag wandelen om vervolgens misschien vanuit het universum wel iemand weer op je pad te krijgen of wel die relatie in een nieuwe glorie of door te laten stromen of weer op te pakken of Iets nieuws te creëren. Nu kan het niet voor iedereen gelden, natuurlijk, want iedereen heeft een eigen individuele pad waar je op zit. Maar ik voel wel dat. Uh, dit is vooral gericht is op mensen die nu met hun zelfontwikkeling aan de slag zijn. En daar ging van de week de video natuurlijk ook al over. Het is ook het item wat mee gaat spelen de komende periode: je hartchakra uitcijferen. We krijgen niet voor niets hier de vierde chakra erbij. Aartsengel Raphaël kan je daarbij ondersteunen om die verdere verlichting te doen. Nu weet ik dat er op, fe of op Facebook, op YouTube heel veel geleide meditaties ook staan voor je hartchakra. ...voor het uitzuiveren, het verzachten, het omarmen. En dit is dus wat de komende periode gaat gebeuren. Dat alhoewel je misschien in een hele fijne staat van zijn bent... ...je toch weer weet van... ...oké, okay, er gaat dadelijk toch weer iets komen waar ik weer doorheen mag gaan. En dat is ook goed, hè. Want we blijven leren tot het eind van het bestaan hier op aarde. En er is in mijn optiek... ...maar dat is mijn gevoel erin, hè. Ik zeg niet dat het, dat, dat het de waarheid is... Maar mijn gevoel is het dat de mensen hier op aarde eigenlijk nooit zo snel al in deze staat van zijn kunnen komen. Dit is een hele hoge staat van zijn om die volledige heelheid, die volledige ontkoppeling, je hele reiniging van je ziel te hebben verricht in dit leven. En nu zijn we heel veel levens zijn we hiermee bezig. Maar ook in elk leven, als je dan weer start en je uh, herstel. Of met dat, met dat nieuwe hart uh, energie mag starten. Conditioneringen uit vorige levens, door pijnstukken of wat dan ook, wordt ook weer als lading erbij geplakt. Dus we blijven dat doen totdat wij eigenlijk ook die uitzuiveringen uit vorige levens hebben gecreëerd, dan zal er meer um, uitgezuiverd blijven. Maar zoals ik al zei, we blijven leven of leren tot aan ons dood. En hoe ver iemand komt in het uitzuiveren van je hart, dat is absoluut niet belangrijk voor welk individu dan ook. Want het gaat erom in het hier en het nu, hoe je je eigen nu voelt, wat je nu creëert en wat je nu voort wil zetten. En het voortzetten op dit moment is dat je in je kracht mag blijven staan en vanuit die positieve energie eh, door mag pakken. En het manifesteren. Uh, de juiste intenties zetten. We hebben hier het Rad van Fortuyn. We hebben hier de zon. We hebben de lovers. Lovers staat niet altijd voor het romantische vlak. Hè? Het staat ook voor het connecten op zielsniveau met andere mensen. Gelijke stemden treffen. Uh, herstel van jouw ziel staat daar ook voor. De uh, union in jouzelf. En ik zie het zo mooi omdat het zo eigenlijk in een, in een boogje ligt. Hè? Dit ligt er dan onder. Dit ligt in een boogje. Dus soms heb je wat dalen, soms heb je wat pieken, soms heb je dat je weer geconfronteerd wordt met het negatieve. Maar alles staat wel in de juiste verhouding. Dus of het nou even in een mindere fase energie is, of in een hogere. Je hebt op elk fasestukje heb jij mooie stukjes zitten. Het is niet alleen diepgang. En het is niet alleen mooie stukken. Nee, want in die mooie stukken heb je soms ook weer even een dipje. En mag je daarna weer proeven van het geluk. Maar kan het ook weer zijn dat er weer een dipje komt. En dat is in een positieve of in een negatieve flow ook hè. Er zullen ook in die negatieve flow momenten zijn dat je denkt: van, oh, het gaat eigenlijk best even lekker. En dan boombad voel je die pijn en verdriet weer. Door een trigger, door een pijnstuk, door een inzicht, door die foto op zolder. En. Dat is het dat is leven. Leven is niet afgevlakt. Het leven gaat op en neer. En het is alleen aan jou om als jij te veel hier in die onderste energie zit, uh, wel in te zien van uh, het geluk staat aan mijn zijde. Ik mag naar die vernieuwing. En alles wat ertussen ligt. Kan ik ontbuigen naar het positieve? Kan ik in de juiste stroming neerzetten? Als ik mijn angsten en illusies maar loslaat. Als ik maar ervoor durf te gaan om het oude los te laten. Want er staat iets moois voor je te wachten. Het is alleen dat jij... Je mag het gaan ontvangen. Leren te ontvangen. En als je dat leert, zul je ook merken dat er... Een hele andere stroming wendbaar gaat worden voor jou. En... Op die stroming zullen er ook negatieve dingen soms zijn. En zul je ook soms denken: van gadver alweer. Ja, maar de dag daarna schijnt de zon weer. Kun je weer genieten. En kun je wel weer die positieve tijd oppakken. Wees ook niet boos op jezelf. Als je af en toe een dip momentje hebt. Uh, zolang je er maar niet in blijft hangen, dan weet je dat je op de juiste stroming blijft. En blijf genieten van de kleine dingen in het leven. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Als affirmatiekaartje trek ik, ik trek positiviteit en liefde aan. Zie je eens, hoe mooi. Die leg ik daarop, bam. Op die annuleer, verwijder en schrap. We krijgen er ook bij, ik blijf gaan voor wat ik graag wil. Alles komt naar mij toe, op de juiste tijd en plaats. Hmm... Dat komt toepasselijk dan ook op de intentiekaarten, Affirmatie, aantrekkingskracht, wet van aantrekkingskracht. En bij de hartchakra krijgen we... Ik volg mijn pad en mijn waarheid zelfs wanneer anderen dat niet begrijpen. Jouw hart blijven volgen, ten alle, alle tijden. Nou, hoe mooi is dat? Onderkant, daar krijg ik... Ik blijf mijn kracht door zoveel mogelijk in het nu te leven... Het is het enige moment waar de, waarin ik daadwerkelijk iets kan doen. En dat is precies wat ik zei. Je leeft in het nu. Niet morgen. Niet gisteren. Nee, je bent er nu. Lieve lieve mensen, een intense reading. Um, intense week kan er aan komen. Probeer je stabiliteit te bewaren. Neem je rustmoment. Probeer ook echt goed te blijven gronden. Kijk anders even naar de video over mijn topics over gronden, um, wat ik eerder ooit al heb gemaakt. Uh, en dan wens ik jullie een heel mooi weekend alvast toe. En uh, ondanks de energiestroom wat er komen gaat, een fijne week toegewenst. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei-doei!